SOA-testen voor thuis. Je vindt ze bij de Kruidvat. Ze liggen sinds kort ook bij de Albert Heijn. En ook online zijn ze te bestellen. Ja, het is lekker anoniem, maar hoe betrouwbaar zijn die testen? Dat vraag ik aan arts-microbioloog Bas Maurik. Vanuit het LUMC houdt hij zich bezig met SOA-zorg. We vergelijken deze drie testen, van links naar rechts, die van SOA Poly Online, die van de Albert Heijn en die van de Kruidvat. En we beginnen met de goedkoopste, die van de Kruidvat. Nou, dit zijn antigeentestjes, eigenlijk vergelijkbaar als met de corona-sneltestjes. Dus je krijgt gelijk een uitslag. Wat we alleen weten is dat de betrouwbaarheid van deze testjes die ligt rond de 50-60%. Dus je mist ongeveer de helft van de positieve infecties. En wat ook daarbij is, dat zien we hier wel eens voorbij komen, dat mensen hebben een positieve zelftest via de Kruidvat. En dan komen ze hier testen en dan zijn ze negatief. Dus het is, als hij positief is, dan weet je niet zeker of het klopt. En als hij negatief is, dan is de kans vrij groot dat je nog steeds een chlamydia-infectie kan hebben. Laten we kijken hoe die werkt. Dit is het positieve materiaal, dus we gaan eventjes voor de vorm gaan we dan doen alsof dit de vagina is waar het zwartstaafje in gaat. Ik zie één streepje. Het is inderdaad een heel mooi controlestreepje. Alleen wat hier mist is het teststreepje. Dus dit zou een negatieve test moeten zijn. Want we hebben het gedaan met een positief sample. Dus dit is gewoon een gemiste chlamydia-infectie, om het even heel bot te zeggen. Ja, een gemiste chlamydia-infectie dus. Eens kijken hoe de Albert Heijn en SOA Poly Online het ervan afbrengen. Nou, dus dit is een test die doet heel erg denken aan de coronatest. En deze twee, die gaan naar het lab. Maakt dat ze automatisch net zo betrouwbaar als wanneer je naar de huisarts gaat of naar de GGD? Ja en nee. In die zin, ze gaan wel naar een laboratorium toe. Ze zijn zelf afnametesten waarbij in het laboratorium de test uitgevoerd wordt. Het zijn betrouwbare uitslagen. Wat je hier dus wel enorm mist, is het complete zorgplaatje. Dus weer van wanneer zou je de test moeten doen, op welke SOA's zou je moeten testen. Zou je nog op andere SOA's moeten testen bijvoorbeeld. En ook de nazorg, als de uitslag positief is. Hoe ga je vanaf daar verder? We hebben het nu ook heel erg over voor- en nazorg. Wat zegt dat dan over de betrouwbaarheid van een test? Nou ja, alles. Als jij gisteren onveilige seks hebt gehad en je gaat vandaag een test doen en die is negatief, dan zegt het eigenlijk helemaal niks. Want het duurt 2 weken voordat je überhaupt een betrouwbaar resultaat kan verkrijgen. En dat gesprek met de huisarts waarin je juist hoort van oké, jij moet in jouw situatie hierop testen of je hoeft hier niet op te testen, dat mis je zeker bij de testen die je bij de Albert Heijn koopt. Maar als we dan toch anoniem willen zijn en thuis willen testen, welke raad Bas dan aan? Als je dan een test wil doen buiten de GGD of de huisarts om, dan in ieder geval niet de Kruidvat testen. En ja, misschien dan kritisch zijn en in ieder geval goed je huiswerk gedaan hebben als je voor de test bij de Albert Heijn wil gaan. En dan is een thuisafnametest op zich een goed alternatief, maar dan moet je goed kijken hoe je het wil doen met de behandeling als die positief is. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.